Nou, we zijn hier bij Rattekaai, bij het verdronken land van Zuid-Beveland. En dit is een van de gebieden hier in de Oosterschelde waar we schorren kunnen vinden. Nou, schorren dat zijn buitendijkse zuidwatermoerassen eigenlijk. Dat zijn de begroeide delen hier zo. Dus je hebt de schorren en de slikken. De schorren dat zijn de hoge delen waar de planten groeien en waar zand en slip wordt ingevangen door de planten. En de onbegroeide delen dat is wat we de slikken noemen. Deze schorren hier zo, die zijn belangrijk voor allerlei functies. Naast dat er bijvoorbeeld allemaal planten en dieren hier zo te vinden zijn, dus heel veel biodiversiteit, is dit gebied ook belangrijk bijvoorbeeld voor het opslaan van koolstof. Dus CO2 uit de lucht wordt door planten opgenomen en in de bodem eigenlijk achtergelaten. En omdat dit gebied door het zeewater een aantal keer per dag overstroomt, is ook het bodemmilieu zuurstofarm, waardoor die koolstof heel lang in de bodem kan blijven zitten. Schorren die vangen zand en slip in en daardoor groeien ze mee met de zeespiegel. En dat zorgt er ook voor dat de waterdiepte voor de dijk laag blijft. Kan je de dijk ook minder hoog maken, want die golven slaan er niet zo makkelijk over de dijk. Specifiek in de Oosterschelde hebben we het probleem van zandhonger. En dat komt omdat door de deltawerk zijn de zeestromingen veranderd, waardoor minder makkelijk zand en slip wordt aangevoerd en naar de hogere delen wordt getransporteerd. Wordt het steeds moeilijker om de hoge delen vast te houden. En de schorren hebben daar ook last van, want dat wil zeggen dat de randen van de schorren langzaam worden opgegeten door de golven en niet meer terug aangroeien. En daardoor verliezen we steeds meer van die schorren in de Oosterschelde. En een van de zaken waar wij voor pleiten is om Zeeland veilig te maken, is door bijvoorbeeld ook schorren binnendijks aan te leggen. Daarmee kunnen we de bodem ophogen. Daardoor wordt het minder gevaarlijk als er een keer toch een dijk doorbreekt, is het land beter beschermd. Op die manier kunnen we heel veel koolstof weer opslaan in de bodem die er nu niet meer in zit. En je kan er allerlei activiteiten ontplooien, natuurherstel doen, maar ook nieuwe verdienmodellen met aquacultuur, zilteteelt. Dat je breder gaat kijken naar hoe we onze kust beschermen nu door de natuur te laten helpen om de kust veiliger te maken.